Philippe T. Kenditz, Stanley Kwant. Een zware tijd achter de rug. Drie belangrijke partijen achter elkaar verloren, helaas. Mijn eerste Bundesliga-gevecht in Duitsland. Een IBA-toernooi in Hongarije verloren. En het EK tot onder 22 jaar verloren. Dus ik had zo'n winstpartij wel voor nodig. Ja. Twee keer eerder tegen deze jongen gebokst. Twee keer op punten verloren. Nou, en vandaag toch echt wel rechtgezet. Ronde 1 moest ik een beetje inkomen. Ronde 2 zakte hij al wat meer in. Werd ik alleen maar beter. En ja, de derde ronde die pakte ik echt overduidelijk. Volgens mij einde ronde 2 maakte ik een tactische wijziging. Waardoor hij zijn lengte beter kwijt kon. En die stoothand ook echt ging landen. Maar ja, die schakeltijd, daardoor was die ronde 1 gewoon kwijt. Ja, dat was het. Het was echt een tactische zet van de andere kant op draaien. Waardoor je stoten beter kunt landen. En je zag ook dat zijn tegenstander bevroor op het moment dat hij die andere kant op draaide. En dan merk je dat iedereen hier eigenlijk achter gaat staan. Dan heb je als idee, de gunfactor gaat hier naar de thuisploeg. Maar gelukkig viel het anders uit. Ja, ik vind het juist mooi. Toen ik gewonnen had, hoorde ik die fanclub van hem zeg maar, hey, boe, boe. Nou, hup, ik nog een keer naar die hoek toe. Hé, hey, hoppa, kijk, die is van mij, weet je wel. Even laten zien van jongens, je kan zeuren wat je wil, maar de winst is voor mij. Dus het maakt niet uit wat je zegt. En daarmee ook je eerste zege toch in de Bundesliga? Ja, en daarmee ook gelijk mijn eerste zege. Ja. Mijn tweede partij in de Bundesliga, mijn eerste zege. Dus ik ben helemaal happy. De zaal stond volledig achter de tegenstander van Sten. En dat heeft invloed, dat weet je van tevoren. En dat maakt het gewoon super spannend. Ja. Dan is het extra mooi, denk ik. Ja, het is een 5-0 unaniem overwinning. Dus er is geen twijfel over. Waar we nog wel eens uitslagen zien waar het publiek en de thuissituatie een grote rol spelen, heeft Stanley gewoon overtuigd. Volgend jaar willen we graag weer in de Bundesliga boksen. En ja, het is erg belangrijk dat hij deze winnend heeft afgesloten. Ja, heel belangrijk. Want ik moet toch goede indruk maken voor het volgende seizoen. Dus ik moest alles op alles zetten om nu goed te presteren, zeg maar. En volgens mij is dat gelukt.